Ja, serieus. Wat ben je godsnaam aan het doen? Ik wil jouw oranje bordjes voor het WK. Is een beetje veel, hè? Moet ik je helpen, lieverd? Dat is niet lekker. Heb jij alles opgegeten, Joep? Vond je het zo lekker? Ik vind het ben je blij dat Bianca weer terug is? Nee, ik vind het helemaal niet lekker. Ja. Echt wel, dat heb je net verteld. Maar je moet nog even proeven wat er nou voor geheim dingetje in zit. Nee, maar ik weet het niet. Zit er wel een pepernoot in. Maar jij zei... Maar jij zei als ik zie hem hier zitten namelijk. Proef nou maar. Nee, jij kan het niet zien. Bianca ziet het alleen. Vandaag is weer een volle dag. Vannacht al vroeg op pad gegaan om verf op te halen voor het WKZ. En dat is allemaal gelukt. Naamsport heb ik opgehaald. Hele mooie verf. En nu ben ik aangekomen bij meneer. Ik moet de auto krijgt gebeurd. En ik moet ook, want die geeft allerlei meldingen nu aan. Ik rij natuurlijk veel kilometers. Dus die wordt even gefixt. Mijn zusje komt hier aan en die brengt mij zometeen naar de winkel. Want het is Black Friday weekend. Niet normaal. Ja, is helemaal verslag. Ach, wat lief. Ja, zo lief. En een vloekje is wat achterlaat. Ja, en het weer. Er is zo niks voor jou. Er is toch helemaal lief dit. Wil je even openmaken voor mij? 1, 2. Hij lukt niet. Oh, lekker schat. Heb ik ook mijn schoenen gezet of niet? Nee, maar ik test wel. Wat? Zit er iets in of niet? Ik heb twee in de kop en we hebben geen kopjes. Wat zeg je nou? Ik heb kleine kopjes. Wacht even, we blijven lang maken. Misschien wel sokken. Er zitten briefjes bij. Op tissue. Heerlijke pepernoten. Wie heeft die gebakken? Fijn. Hij staat, wil jij chef pepernootpiet worden? Hij heeft mijn banaan opgegeten. Oh, zo snel lust geen schil. Banaan wel. Piet heeft mijn banaan opgegeten. Eindelijk had ik geen wortel, zegt hij. Wat glim van jou. Mama, hij zei, mama. Ja, ja, nou, ga eens even kijken dan wat erin zit. Ik wil wel sokken van spijtersokken. Hoezo? Denk je dat hij dat wel weet? Ja, ik zag sokken, ik zag sokken. Wacht, kijk, Joep. En Joep zegde dat al net. Echt? Ja. Wie zei dat al? Joep, ik heb twee cadeautjes. Yes, die wou ik. Papa, jij gaat best wel kopen nog. Wat heb je? Niet, heb je die, dat is die... Is die wil? Ja. Wat? Allerbelangrijkste. Oké, wat wil je als allerbelangrijkste stellen? Hi. Hi, je bent echt grappig, Piet. Oh. Nou, nu kijk je te veel Sinterklaasje na. Een beetje. Hi. Oh, jullie zijn echt... Hi. Ah! Ik ben grappig Piet geworden. Nee, ik ben pepernoot Piet. Wat zeg je, ja? Hier is mijn playground, dus ik moet hier erin. Dan moet je het tafeltje wel weg doen. Ja, serieus. Wat ben je godsnaam aan het doen? Wat ben je aan het doen, ja? Wat is een playground? Please return to the center of your play area. Wat is een playground? Ik zit hier nu in. Wat is dat, een speeltuin? Ja, hier ben ik. Doe even het tafeltje, anders ga ik tegenaan lopen. Hoezo moet je lopen dan? Goed, ga je tegenaan. Wat? Goal? Ja. Maar jij zit in je playground dus, wat dat betreft. Holy shit. Bizar. Je moet het zien, joh. Dat kan je niet. Wat ben jij vandaag dan? Ik ben... bij de school. En je bent op Piet. Ja. En wat voor Piet ben je dan? Pepernoten Piet. Ja, wij zullen kijken hoe knap je bent. Ja. Zo'n mooie pepernoten Piet. Vandaag hebben jullie Piet in gym, hè? Ja. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Heel knap met mooie krullen. Super. Ja, gaan we nu. Oh. Ja, gaan we naar beneden, schatje. Doei, opa's Piet. Doei, 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 doei,
Mama. Hi, Jenny. Papa. Coco, dit is komen naar bak. Kan je een liedje van Groen wel? Wil je oranje bordjes voor het WK? Ga je eigenlijk? Eigenlijk komt mijn stukje in Sinterklaasje. Nou, Sint ligt daar nu ook boven. Ja, we gaan even zijn hareldakje open proberen te maken. Ja, ik denk dat hij nog niet aan is gegaan. Oh. Die kunnen ze helemaal open en als soort lamellen. Lekker onder zitten. Aangekomen bij de ETO's hoofdkantoor. We gaan allemaal leuke plannen bespreken. En zoals jullie wel weten. Ook al items natuurlijk al. In de winkels. Aangekomen weer om het weekenzet. Even kijken hoe het met de oude kamers gaat. Oh, wauw. Oh, ja, dit is echt... Ah, hier word ik wel echt weer emotioneel van. Ik heb het ook nodig. Zijn jullie weg? Ja. Muk is in Kroatië. Zo. Ik zie wel aan. En waar is Ted dan? Ted is nog aan het spelen. Ted, waar ben je? Hij is hier naast mij. Hi Ted, ben jij er wel? Ja, maar Muk is er. Muk is er niet. Oh, je bent er wel. Kom. We komen bij de arena. Het is gemorgd door Coca-Cola. Ik ben erg benieuwd. Ik dacht... Er biedt ze af, maar het lijkt wel een voetbalwedstrijd. Echt, joh. Wij in het stadion. Op de nog even en dan de grote wedstrijd. Maar eerst. Het zal levend jou mijn avonturen mee. Nu al mag de rond het spieten. Ja? Ja, maar je hebt geen laarzen aan, dat wou je niet, dus dan mag je niet in de plassen, hè? Nee, hè? Kom je? Dat is een beetje veel, hè? Ja, een beetje veel. Nou ja, ben je op het WKZ? Ja, dat is heel lang geleden. Zonder een zwangere vrouw. Ja, precies. Het hoeft natuurlijk niet altijd te betekenen dat je dan ziek bent. Nee. Ja. Er zijn gewoon vrouwen die er bevallen. Maar ja, dat doe je niet zomaar, denk ik. Nee, het is altijd medisch. Ja. Ja. Maar dat gaan wij niet meer doen. Ja. Ik kan een gierenknoop erin laten leggen. Nou, ik zal meteen afspraak voor je maken. Kunnen ze dat erbij doen? Nou, we gaan nu naar de oude kamers. Ik weet niet of het daar geregeld kan worden. Nee, maar we gaan even kijken hoe het ermee staat. We gaan vast wat dingen op de plek zetten. Komt nog een andere slaapbank in. Oké, Lies. Weten jullie nog dat dit knaloranje was? Nee, sowieso heel lelijk. Met rood en wit en geel. Heel blij mee. Nou, de familiekamer. Hier komt nog allemaal speelgoed. Kinderhoekjes. Ja, hier moet nog even een mooie lamp. Hoe vind je het geworden, ja? Mooi, helemaal. Super.